Beertube, what up? Het is weer tijd voor een supermarkt-update. En eigenlijk had ik verwacht dat ik hem vaker zou doen, maar in heel de zomer is eigenlijk niet heel veel uitgekomen überhaupt, of in ieder geval niet waarvan ik dacht, dat wil ik behandelen. Op een gegeven moment kwam er wel zo'n River Island of zo met zo'n raaf erop en de nieuwe Harpers, nieuwe Poyala, maar dat vind ik niet helemaal de supermarktbieren die ik bedoel. Dus dit is de supermarkt update Indian Summer Editie 2024, laten we maar even zeggen. En we beginnen met een nieuw biertje van brouwerij Het Ei. De Eibro, of hoe ze die A met puntjes erop ook zouden willen zeggen. Volgens mij spreken wij hier van een amberkleurige Weizen. Ik moet even de exacte stijl opzoeken. Die is me even ontgaan. Het is in ieder geval een Weizen-achtig bier. Het is geen volwaardige Weizen. Een donkerblonde Weizen. Dus waarschijnlijk is dat dan in het Duits een zogeheten Dunkelweizen. Neusje? En voor mij mooi die tarwe. Ook wel dat banaantje heb ik het idee uit de gist. En het banaantje komt steeds meer naar boven. Dus ik denk zeker dat daar een kern van waarheid in zit. 6,5% aan alcoholen. Ik zeg... Proost. De Eipro van brouwerij Het Ei. Vooraan begint hij een beetje weizenachtig, een beetje banaanachtig. Kleine vonkjes tarwe, zo te zeggen. Als je hem dan wat verder in de mond laat gaan, dan heb je wel het idee van... Het komt een beetje... Ja, toch wel een beetje karamel. Maar vooral wat minder frissig. Toch wat meer een wrange toon. Zou nog steeds die tarwe kunnen zijn. Ik moet zeggen, dat staat mij een klein beetje tegen. Maar ja, voor een supermarktunit in afwisseling met reguliere, al dan niet Duitse Weizens, vind ik het prima. Dan een fles die natuurlijk in het oog springt. Ik ben heel benieuwd. Ik vind hem eigenlijk relatief vroeg gepositioneerd. Want dit zou het prima doen als je het mij vraagt. Rondom de feestdagen. De Afligem 6. En dat is volgens mij de eerste keer dat ze dit doen. Dus waarom dan 6? Ik heb het niet opgezocht. Ik weet er niet heel veel van. 6 ridders. Zwaar er neer te leggen. Ja, die reclame. Weet je wel. Van ja, wat gaan we dan doen? Ja, dan gaan we toch bier brouwen. Zoiets. Dus daar zal het naar verwijzen. Volgens mij een blond bier met een bruut gist. Ik vind wel de presentatie en dergelijke van dit is allemaal best wel chic. En dat volgens mij voor een eurotje of 7. Ja, ook mooi gewoon een blauwe lemet of hoe heet zo'n ding. Er zitten allemaal kleine detailtjes in die het voor mij toch wel noemenswaardig maken, zo te zeggen. Want het voorzichtig met het currykie. Kloppen is leuk, maar het is, kan een dooddoener zijn voor je bier. Zo, deze willen heel graag uit. Het is echt heel veel koolzuur. Dus als je een bier wil laten ploppen en je wil een gangmaker zijn op een feestje, is deze Afligem 6 absoluut een unit die zich daarvoor leent, zo te zeggen. De glazen van Afligem waren vroeger een stuk robuuster dan heden ten dagen, moet ook nog gezegd worden. Neusje maar weer. Niet heel blond voor mij. Ik heb het idee dat die champagne gisteren hier heel erg zijn stempel op drukt. Niet een neus waarvan ik zeg, yes, hier ga ik een slok van nemen. Gaan we wel doen. Ik noem het maar even de Afligem 6 Special Edition. 7% aan alcoholen. En het is een blond bier. Proost. Fijne. Edoch. Intense prikkeling. Die echt wel doet denken aan... Voor mij mousserende wijnen dan wel dessertwijnen.
Die dan natuurlijk wel sprankelend zijn. En gewoon champagne aan zich. Je ziet hem ook echt wel lopen. En ik weet even niet of dit glas ook zo'n bougierpunt heeft. Ik denk het niet, omdat de koolzuur over de gehele linie loopt. En niet in een redelijk rechte lijn naar boven. Op basis van wat ik van een neus verwachtte, vind ik hem wel frisser. Maar dit is er wel in om rustig van te nippen. Want je voelt hem al werken in de maagstreek, zo te zeggen. Hij heeft een heel licht zuurtje over zich heen hangen. Hebben blondbieren wel vaker, maar dat is wel even iets wat ik hier wil benoemen. Niet vervelend, maar nog wel op een zachte, toegankelijke manier. Ja, en dat heb ik altijd bij dit soort bieren. Dat ik wel een heel klein beetje zo'n druivige, witte, wijnige toets heb. Dat klopt waarschijnlijk niet. Dat is ook associatie. Maar dit ik kan prima, denk ik, bij de vooravond van een mooie tafeltje, zo te zeggen. Thuis of ook op café, restaurant. Ik ben daar helemaal niet in thuis, maar iets zegt mij dat dit ook best kan werken. Bij een visie, of zo. Hè? Dan deze unit. Ja, het Eltje brengt af en toe nieuwe bieren uit. Ze hebben een, hoe heet dat, blablabla rakker. Gouden rakker of zo, die dan weer Jumbo Only is. Ze hebben nog zo'n bier, Jumbo Only. Heel zijn lijn Core Range bieren, die echt dat heel dikke opschrift hebben wat voor stijl het is. Dit is wel meer dat klassieke art. Oké, dit bier kan niet nieuw zijn. Qua brouwdatum wel, want hij is nog geen week oud. Maar ik zie dat hij een gouden medaille heeft op de Dutch Beer Challenge. Dus dit is mij klaarblijkelijk ooit ontschoten. Misschien niet eerder in de supermarkt beschikbaar geweest. Niet mijn supermarkt misschien. Past hier niet helemaal tussen. Maar ja, we zijn er nu toch. Gouden medaille in de Dutch Beer Challenge 2024. Dus dat gooit wel hoge ogen. We spreken hier van een Imperial New England IPA. Dat is dan ook in de categorie of Hazy IPA of Double New Hazy IPA. Ik weet niet of die bestaat. En hebben gewonnen. Heads, hops and warm socks. Waarschijnlijk is die dan echt vorig jaar of zo al uitgekomen. Als ik in ieder geval naar de naam kijk. Een rijke schuim krijg. Mooi geel. Niet zo heel troebel, vind ik. Dus ja. Ja. Er zit een fruitsoort in die ik niet kan duiden. Maar verder is het gewoon dat tropische fruitbommetje. Wat je van een bier als dit zou mogen verwachten. 8,5% aan alcoholen. De head socks en warm. Bla bla bla. De head hops en warm socks. Imperial Naipa van Brouwerij Het Uiltje. Met 8,5% aan alcohol. Proost. Oeh. Heel mild op de koolzuur. Voor mij te mild voor een IPA als je mij vraagt. Voorin zeker een zoetje. Ik ben heel lang tegengestaan in de dubbel IPA's. Maar het wordt hier snel genoeg opgevolgd door het tropische accent uit de fruittonen. Maar voor mij had hij iets meer bitterheid mogen hebben. Het is een heel klein beetje dat frange, iets wat bitter accentje. Maar hij is vooral tropisch. Is heel fijn. Kan je zo naast je fruitsappies zetten. Ik snap wel dat hij gewonnen heeft, maar voor mij mag hij net iets meer oemf kweken met een klein bittertje. Hoort niet helemaal in de stijl, maar zo drink ik in ieder geval mijn Naipa's het liefst. En dan last but not least, de stroopwafelstout van Two Chefs Brewing. Ja, ik vind daar altijd wat van. Ik hou wel van stroopwafels. Ik heb nou denk ik drie, misschien vier stroopwafelstouts op. Ja, dat ding van Kees heb ik toen ook nog op. Dat was meer een soort van blend met hun caramel fudge. Die van de molen, niet die collab met de Hema, maar de molen alleen. Volgens mij goud zijn gevaarlijk of goud zijn eerlijk. Dat was mijn favoriet. Ik ben benieuwd hoe deze daar in de buurt zou kunnen gaan komen. Ja, op de geur is dit weer vooral fudge voor mij. Gewoon noem dit een Lonka stout en ik ben helemaal met je mee.
Met die Hooglander had ik het ook al. Die video staat nog niet online. Ik denk ook niet dat deze online komt, dat die er al is. Maar toch, en ik zie nu dat die ook maar 6% is. Qua line-up zet ik een stout altijd achteraan. Dit is dus duidelijk geen Imperial Stout. Ik ben heel benieuwd wat voor stout dit dan wel is. Zoeken we even snel op. American Stout. Oké. This limited edition is really just a liquid stroopwafel in a can. Nou, op de neus echt, het is voor mij de Caramel Fudge Stout, bedenk ik me nu. Maar vooral echt Lonka als ik er dan een associatie naar een bestaand product bij moet trekken. Absoluut geen verkeerde neus. Als competitor van de CFS zou die zich ook prima kunnen meten, denk ik. Op neus in ieder geval. Stroopwafel durf ik te betwijfelen. Laten we naar de slap duiken. Proost, 6% aan alcoholen. De stroopwafelstout van Two Chefs Brewing. Ja, een hele mooie Lonka stout, een hele mooie competitor. Volgens mij ook prijstechnisch. Volgens mij was hij maar 2,99. Misschien 3,29. Van de, weet dat ding, Caramel Fudge Stout van Brouwerij Kees. Absoluut. Voor zo'n lage karakter, zeker in stout, neemt hij genoeg smaak mee. Neemt hij een oké body mee. Ik denk dat er een tikkie lactose bij in zit. En dat is allemaal prima in orde. Maar ik mis de koek. Je hebt de karamel. Je hebt de stout. Je hebt chocotonen. Je hebt vanille. Maar het koekige. Ik heb dat toen alleen in die. Ik weet niet eens of het de stout van Barley Wine was. Van de mode toen, volgens mij een Barley Wine. Daar kwam ook dat koekige heel mooi naar boven. Of dat kruidige. Misschien toch een vleugje kaneel of iets dergelijks. Al dat soort accenten die voor mij die stroopwafel definiëren. Die mis ik ook weer in deze stroopwafelstout. Maar als zijn de karamelstout. Competitor, als je van de Caramel Fudge van Kees houdt. Denk ik dat je hier echt geen bel aan zou vallen. Maar verwacht niet te veel stroopwafel. Enfin. Een prima update, denk ik. Prima. Ja, dit is echt wel voor mij het mooiere segment wat nu in een supermarkt staat. Je hebt natuurlijk altijd gewoon je klassieke trippeltjes, dubbeltjes nu in deze tijd. Ook je herfstbok. Dit laat wel zien dat de supermarkt ook meer kan herbergen dan dat. Daar ben ik heel erg blij om. Dat vind ik wel heel tof om te zien. Ik vind het dan toch wel jammer dat zo'n stroopwafelstout het dan net niet waarmaakt. Mijn favoriet? Ja, dan toch wel die stroopwafelstout. Vind ik wel gewoon heel lekker. Maar niet als zijn de stroopwafelstout, maar als karamelstout. Daarna die Nijpa, daarna de Eyebrow. En daarna de Aflichem 6. Voor nu heb ik daarmee gezegd wat ik wilde zeggen. Rest mij nog te zeggen. Aito. Laat het zeker in de comments weten of in mijn DM's. Als jij een bier de supermarkt in ziet komen waar je denkt, hey, er is een updateje nodig. Ik ben altijd benieuwd. Dus als jullie het in de gaten kunnen houden, laat me weten of ook gewoon supermarkten hier misschien niet zitten. Jan Linders bijvoorbeeld, die komt af en toe met een arsenaal. Dat ik denk, ja, hadden wij hier maar een Jan Linders. Het is tegenwoordig Albert Heijn. Maar nog steeds alleen de Jan Linders, de voormalige Jan Linders winkels, krijgen de specials van Bronkhorsten en weet ik het wat. Ja, Sessa. Bedankt voor het kijken. Aito. Hopelijk. Tot een volgende video. Proost. Laagste bier, hoor. Dat vind ik wel mooi. Het laagste alcoholische bier. Toch mijn favoriet. En ik wist alle alcoholpercentages voordat ik de slok nam. Het is mooi dat dat ook een tendens is die op de goede manier gaande is.